Goedenavond. Goedenavond. Tot ziens dan maar weer, hè, dat bevolen. Goedenavond, dames en heren. Hartstikke fijn dat u allemaal kijkt. U thuis, u kijkt natuurlijk allemaal hier dat u allemaal gekomen bent. We hebben een gloednieuw programma. Oh, gloednieuw, alleen ik ben oud. Het is een programma dat behandelt, eens even kijken, hoe omschrijf ik het best. Het is eigenlijk de totale evaluatie van de zin van het leven in zijn algemeen. Dat behandelen, wat ik, nou, ik weet ook niet wat ik precies bedoel, maar ik moet toch iets zeggen dat een beetje intelligent overkomt. Maar het gaat er eigenlijk om dat we allemaal mensen gaan ontvangen in dit programma die allemaal iets leuks hebben. Die een leuke hobby hebben, of een leuk kunstje kunnen, of iets geks hebben, of iets leuke verzameling of zo. Dus dat kan ik nu vast tegen u thuis zeggen, als u een leuke verzameling, een leuke hobby, of kan me niet schrijven, u hebt gewoon een leuk verhaal, schrijf ons. En dan wie weet zie ik u volgende keer in dit programma. Gaan we lekker babbelen. Laten we het aan iedereen horen en zien. Hè? Dus leuke verzameling. Maakt niet uit wat u heeft. Bel. We hebben ook een telefoonnummer. Komt nu in beeld. Ik wil gelijk bellen. Bel op. Jongens, ik heb een leuke verzameling. Ik heb dit of dat. En dan zien we elkaar volgende keer in het programma. Goed. Dat is erg snel, hè? André van Duin. Je weet nooit wie die belt. Oh, u hebt een verzameling. Oh, u zit te kijken? Ja? Wat mooi, maar ja. Nou, dat is fijn dat u een verzameling heeft. Maar zou u dan met in kantooruren willen bellen? Want we zitten nou net midden in het programma. Ik kan het nou allemaal niet opschrijven. Ik heb hier ook geen pen en geen potlood. Dus als u nou in kantooruren even belt, en dan schrijven ze uw telefoonnummer op en uw naam en adres. Ja? Wat, een verzameling? Ja, dat zei u wel, ja. Zo, dat zijn er nogal wat. Dat is een grote verzameling wat u heeft, hè? Och, 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 dat u ze allemaal kwijt kan. Geweldig, ja. Nee, een mooie verzameling, hoor. Ik hoop u graag te zien. Nou meneer, nou dat bedoel ik, dat was nou iemand van Soestdijk met een verzameling olifantjes. Och, hoor even. U denkt misschien wat hoor ik nou ineens omvallen, maar dat is het orkest onder leiding van Jan de Rietman. Een muzikaal stelletje, dat klinkt goed, hè? He? Dat klinkt lekker, hè? Je zou niet zeggen dat dit gerepeteerd heeft, hè? Dat hoor je wel dat het bij elkaar hoort, hè? Nee, ze zijn stuk voor stuk prima muzikanten. Hier, de drummer ook, de drummer. Die heeft vanmiddag het hele drumstel uit elkaar gehaald, want u wilde nou eigenlijk wel eens weten waar het lawaai vandaan kwam, hè? Gitarist, dat is ook niet direct een licht. Zijn broer heeft gisteren de snaar van zijn gitaar gebroken. Hij is de hele middag al bezig om te kijken welke, hè? Je moet vinden. Wat wou ik zeggen? Ik zie ineens trompetten ook zitten. Dat zie je niet vaak meer tegenwoordig. Al die shows hebben zo'n klein combootje, maar wij niet. We hebben een flink uitgebouwd, grote kerst. Ja. Met trompetten. Ja. Nou, had ik dat eigenlijk wat willen uitstellen om dat te vertellen. Maar ik ben namelijk van huis uit, ben ik nogal muzikaal. Ik speel trompet. Trompet? Ja, ik vertelde iets te vroeg, want je moet eigenlijk een opbouw maken in je carrière. Ja. Je begint dus komiek en dan word je langzaam muzikant natuurlijk. Ja. En nou wou ik proberen om vanavond een stukje trompet te spelen. Ken jij Night and Day? Night and Day? Ja, kennen we. You are the one. Ja. Only you can make me you. All under the sun. The dead is a me to me. Oh, fa. Oh, kennen oh, oh. No matter, darling, where you are. I think of you. Night and day. Day and night. Oh, maar ken je dat? Kennen we. Oh, dan doen we wat anders. Oké. Jij, we doen Night and Day. Vind ik leuk, dan speel ik trompet. Ja. Hey, wacht even. Dan speel ik trompet als jullie het dan begeleiden. We zingen Night and Day. Je weet het op Night and Day. Van you are the one. Oké, ik heb hier de trompet. Wacht even. 1, 2, 3, 4. Yeah.
Dames en heren, deze hele uitzending van Bij Van Duin, speciale aflevering, die staat eigenlijk in teken, dat heeft u wel gemerkt de hele avond eigenlijk al, in teken van Foster Parents, van Foster zelf. En we doen het vanavond allemaal voor Lina. Dat is de kreet, we doen het voor Lina. Ik dacht eerst voor Linda, maar het is voor Lina. Al die kansloze kinderen, om die een kans te geven. Mooi voorbeeld, bijvoorbeeld hier, Jan Rietman. Als je nou praat over een kansloos kind. Hè? Ja, maar als kind was jij toch echt kansloos, toch? Echt kansloos. Nou, vandaar, en dat zie je nu dus ook, is hij dus muzikant geworden. Dat krijg je dan. Dus het betekent, als u nou vanavond niet meedoet, dat we over zeg 20 jaar een overschot aan pianisten krijgen. En dan krijg je weer een nieuwe inzamelingactie voor oude pianos en dat soort dingen om die mensen weer aan de gang te houden. Dus het is belangrijk dat u allemaal meedoet aan het Foster Parents plan, ja? Jan is trouwens uit nood piano gaan spelen. Uit nood, toch? Hij is eigenlijk violist. Is hij meegestopt, want zijn bierglas viel steeds van zijn viool af. Wat gaan we doen? Vanmiddag heb ik nog met hem, hij is namelijk erg afwezig. Vanmiddag heb ik nog met hem op toilet gestaan. Kun je nagaan hoe die in de war is. Ik sta met hem op toilet. Hij doet zijn vest open. Haalt zijn stropdas eruit en gaat in zijn broek staan plassen. Nou, dan ben je er in de war, hè? Heeft u trouwens, dat weet jij ook nog niet, heeft u trouwens dat Ursel de Geer, hè? Ursel de Geer. Ursel de Geer. Ursel de Geer. Sorry. Maar niet met moppetoppers bezig, hè? Ursel de Geer. Ursel, die heeft zich laten steriliseren. Die heeft haar laten steriliseren. Het woord is zo moeilijk en daar hadden we om te laten doen. Maar hij heeft ze helemaal laten steriliseren. Dat is natuurlijk ook, dat zou tegenstrijdig zijn als wij de hele avond bezig zijn om kansloze kinderen te helpen. En hij zou ze blijven maken. Dat zou ook niet kunnen, laten we eerlijk zijn. Maar het hele toestand geweest, die sterilisatie bij Ursel. Want de chirurg die heeft tijdens de operatie heeft zich een beetje versneden. Dan heeft hij 6 weken lang met het ding in het gips gelopen hier door de studio. Heel gedoe, maar hij vond het zelf prachtig, want de hele studio moest zijn handtekening erop zetten, weet je wel. Nou, we gaan gauw beginnen met de eerste gast. De eerste gast zit daar, dames en heren. Zo, kom een beetje bij me zitten, dames en heren. Ik heb een hele bijzondere gast naar me zitten, namelijk Bianca van Vechten. Zeg ik het goed? Ja, ja. Bianca. En die heeft een hele bijzondere, moet ik het een hobby noemen? Ja. Is het een hobby? Ja. Oh. Ja. Oh. Want de hobby heeft met deze honden te maken. Dit zijn, hoe heet ze? Tommy? Tommy en Mandy. Tommy. Kijk, Mandy. Is dat... Nee, dit is Tommy en dat is Mandy. Zie je wel, haak toch goed. Tommy en Mandy. Wat is er met ze? Nou, ik spin hun vacht. Hè? En dan blijken truien van. Je breidt truien van de honden? Ja. En weten ze dat thuis ook? Dat je dat... Ja. Maar hoe kan je nou truien breien van een hond? Het is toch, een hond is toch geen schaap? Ga je die scheren? Nou, je borstelt ze. Het borstelt ze? Ja. Deze borstel. Oh. En dan, als je dan... Ja. In de zomer verharen ze. En dan haal je dit eraf. Is dat van één dag? Nou, nog niet eens. Nee. Van 20 minuten borstelen. Oh, oh ja? Ja. Zo, er komt nogal wat aan. Je moet ze wel borstelen, hè? Ja, je moet ze borstelen en dan, in het voorjaar. En dan breid je er alleen truien van? Of kan je ook wollen onderbroek? Zeg maar wat. Nou, ik heb nog tot nu toe alleen truien en ik ben bezig met de vest. Dit is dus van 6 honden. Maar hoe zit het nou? Ja, ik vraag me gekke dingen, hoor. Maar hoe zit het nou bijvoorbeeld met vlootjes? Weet je nog niet nog waar ze heen moeten? Dit is gewassen. Dit is gewassen? Ja. Ja. Gewoon dus? in de waspoeder gewassen. Ja, dus het ruikt niet meer naar hond. Oh nee? Nee. Dus de vlooien zitten wel op hun. Ja, en niet tuurlijk. Op deze. Tuurlijk. Tuurlijk. Oh, ze blijven lekker bij de, ja. Bij de eigenaar zitten. Het is veel warmer. Ja. Een prettig idee. Maar maak uw man nooit de vergissing dat hij bij u de band omdoet en zegt, joh, we gaan... Nee, want ik woon wel meestal de honden. Maar ja, als je dat ding al hebt, dan zie je toch geen enkel verschil meer tussen Bobby en Mindy en... Jawel hoor. Ja? Mijn man wel. En als je hem laat wassen, dan ga je met dat ding? Ga je dan gewoon naar de stomerij of ga je naar de honden? Nee, gewoon met de hand. Gewoon met de hand, lekker en dan, soppie. Soppie. Ja. Hij wordt niet meer loops natuurlijk. Die nee. Helemaal niet. En de poes, durft die nog op schoot? Of ja, is de... ik vind het heerlijk. Gaat de hele familie een beetje met een boog om u heen? Of, nee, dat niet.
Kan je er ook van mensenhaar, kan je er ook iets van breien? Heb ik nog niet geprobeerd, ik zal het ook niet doen ook. Maar het zou wel kunnen, want haar is toch haar? Ja, dat weet ik niet. Ja? Ik denk dat het stugger is. Dat dus je denk niet dat Alice Bergen bij Barry Hoeks is? Nee. Nee, denk van niet. Want ze hebben altijd leuke truien aan, Alice Bergen. Ja, ik denk niet dat het... Nee. Ja. Nou heb ik, ik heb dus een, ik woon in een flat. En daar zat ik te denken voor vaste vloerbedekking. Een beetje kamerbreed tapijtje. Ja, normaal, als je ze gewoon 14 dagen rond laat lopen, heb je natuurlijk ook een kamerbreed tapijtje. Want ze verharen natuurlijk als een gek, hè, die jongens. Hè? Ja, een wandkleed, of een vloerkleed kan gemaakt worden. Oh ja? Ja, ik ken iemand die het al gedaan heeft. Oh, zijn er meer mensen die dit doen? Kent u meer mensen die dit doen? Ik ken van de Tibetaanse Mastiefclub kan ik... Pardon? Van de Tibetaanse Mastiefclub ken ik dus een vrouwtje die spint al een jaar of 4, 5 deze vacht. En die heeft er ook al een vloerkleed van gemaakt. Ja. Ja, ik vind niks gek meer. Ja, die hebben een hele oude vloer. Die hebben gewoon een vloerkleed gemaakt ervoor. Ja, tuurlijk. En die honden vinden het lekker om op te liggen. Die liggen op de eigen vachtje. Ja, lekker warm. Nou. Ja. Het is anders dan een schapenwollen kleedje op de vloer leggen. Schapenwollen kleedje? Ja, die kun je ook toch op de vloer leggen. Tuurlijk. Een berenvacht kan ook, toch? Wat je wil, je kan alles op de vloer leggen. Ja, daarom. Waarvoor zou je dan niet voor je eigen honden een kleed op de vloer leggen? Vraag het mij niet. Je moet mij niet vragen. Ik zit hier ook maar. Het is nou, als, ze liggen er verslagen bij. Ik zou ook zo kijken, denk ik, als ik dit allemaal gehoord had. Maar ik vond het niet te min ontzettend hartstikke aardig dat u even langs bent gekomen en ons dit heeft laten zien. Dus toch hartstikke uniek. Hè, dames en heren, vindt u ook goed? Bianca van Vechten, hartstikke mijn volgende gast. Nou, ik denk dat hij met een staande ovatie verwelkomd wordt. Want mijn volgende gast is de afgelopen zaterdag werd hij wereldkampioen super vedergewicht Regilio Tuur. Dat is toch fantastisch ontvangst, hè? Ja, ik sta er zo naast je, maar je bent eigenlijk een heel klein opzonenmiddeltje, maar hè? Klein of fijn, hè? Nee, dan ga lekker zitten natuurlijk. Oké, ja, oké. Is dat diezelfde vuist waar je me niet mee denkt? Nee, deze. Wow! vertel, Julio. Ik zat te kijken naar de wedstrijd afgelopen zaterdag en wat ik mij nou afvroeg... Ik denk, wat zou er nou zijn gebeurd? Vertel nou eens gewoon in je eigen woorden, met die speed samen... Hoe is het begonnen? Waar hebben jullie nou precies ruzie over gekregen? Ja, dat was zo. Er was een vakante wereldbond. En we kregen ruzie over wie de kampioen over zou worden. Oh. Dus, en? Ik ben het geworden. Joh! En jullie zijn nu weer helemaal goed met elkaar. Het is weer achter, want hoe gaat het met boxers? Want vooraf dan zien jullie altijd van en dit en we gaan hem dat en we gaan hem zus. En ik krijg hem wel. Maar is achteraf van te gek? Is achteraf een dikke vriend. Is echt weer goed geworden. En mispak slaagde ik zijn vriend weer. En je was ontzettend blij, hè, ook na afloop. Ik was heel erg blij. Wat heb je gedanst daar in die ring? Heb je dat gezien? Heb je dat gezien? We gaan even kijken hoe blij je was toen je die laatste klap had uitgedeeld. Kijk even. Wappa! Ja. 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 Je was erg blij, hè? Dat was een vreugdedans. Echt een vreugdedans. Ik denk dadelijk gaat het nog regen als je zo doorgaat. Hey, dat wondje boven je oog, wat dat bleef? Maar je hele broek zat ook onder de... Dat bloeien, was een kop zat in een derde ronde. Nou, hoor ik een bel? Bel? Ah, time out. Even rust. Even rust. Niet rust.
Doen we net zoals je het gewend bent in de boxing ook. Wacht even met dit gesprekje verder. Zo. Even rustig, hè? Weet je hier nog? Ja, oké. Lekker, 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 lekker. Kan die weer voor jou? Nou, kan ik weer aan. Oké, ga weer. Dat wondje, wat was het ernstig? Het wondje was... Want hij had ook een wondje op een gegeven moment. Het wondje was heel ernstig. Het was een kopstoot in de derde ronde. Yeah. En dan wordt de ringarts... Wordt dan, hij is nog een beetje... Ja, ze zegt echt een kies erin. Wat gaat erin? Echt een kies. Echt een kies. Op ter plekke? Niet ter plekke, maar daarna. Want wat doen ze nou? Want ze drukken een beetje en dan zeggen ze, hop, maar gaan we. Ja, je hebt aan de ring heb je in de hoek heb je een, wat ze noemen een cutman. Die moet... Verzorgen? Verzorgen. Die moet proberen zorgen dat je wond dicht blijft. Waarom dragen boxers nooit een bril? Waarom dat een bril? Als kan je tegenstander niet meer zien. Maar als je nou een bril draagt, hoe doe je dat dan? Dan word je afgekeurd, dan mag je niet boksen. Oh, dan mag je helemaal niet boksen. Hoeveel weeg je nu? Nu heb ik een kilo of 61 kilo, denk ik. 61 kilo? Ongeveer. Dat is niet veel, hè? Dat is licht gewicht. Of heb je nog licht? Ja, dan moet je... Je hebt nog veel lichter. Ach. Je hebt papiergewicht. Ach, ga weg. Maar dat zag geen boxers toch? Dus, ja, natuurlijk wel. Maar moet je dit nou blijven? Of word je dadelijk heavy, extra zwaar, weet ik veel? Het is mijn gewicht en ik wil niet dikker worden. Nee, dat wil ik ook niet, maar... Afgetraind blijven. We gaven zelf, ik weet niet wat het is. Ik stopte met roken en wap, ik zag mezelf uit. Nee, joh. Nee, joh. Nee. Regilio, I'm gonna get you. I'm gonna get you. Zo moet ongeveer die spiet hebben. Je nieuwe tegenstander. Je nieuwe tegenstander, wie wordt dat? Dat weet ik nog niet. Ik moet eerst andere dingen rechtzetten in mijn leven. Voordat ik boks ga denken. Want de 13e? Dus... Nee, de 21 oktober ga ik eerst trouwen. Wauw. En daarna word ik vader, dus eerst die twee dingen ga ik even... Oh, wow. Nou, we zijn allemaal ontzettend blij voor je. Als slot heb ik nog een prachtig mooi afscheidscadeautje. Ik denk dat je vrouw ook blij is dat je nou eindelijk zo'n ding hebt. Want ik zag je afgelopen zaterdag dus weer in die ring tekeer gaan. Ik denk, nou, als hij niet heeft, dan heeft hij nou natuurlijk. Hè. Echt een mooie verband ook, dat vind ik ook. Hartelijk dank voor je komst en nog heel veel succes. Mijn eerste gast, dames en heren, mijn gast die hier naast me zit, die komt uit, dat is Marc Métral. Marc Métral. Bonjour, comment allez-vous? Tout va bien? Oui. Français? Français, oui. Is een probleem. Moi, pas de français. Pas de métro, hein. C'est le grand problème, hein. Monsieur, I can speak also English. You speak English? Yes. Ah, that's my favorite taal, yes. Oh, then we can do it in the English, eh? Marc Métral, you are from France. Yes. Yes, you have also many friends, natuurlijk. Oh, natuurlijk. Natuurlijk, alle Fransen zijn friends van elkaar, niet waar? Yeah. You have something... Grand spectacle, hè? Bijzonders. Wat heb je voor bijzonder? What's wrong? What happened? What's the bedoeling? My dog is speaking. Oh, there is a dog. Yeah, there is a dog. There is a dog. I thought he had something on his own. Oh, is it dog? Hello, doggy. What is the hello? He's speaking. He can talk. He can talk? Yes. A dog who can talk? Yes. No. A kip can talk, but a dog can talk. No, we don't believe that, natuurlijk, hè? We don't believe that, hè? No, we believe that not, hè? Oh, yes. Can you let him say something? Yeah. Then? Yes. You can say hello, hello. Hello. He talks.
He talk never seen, never saw that. Oh, can he talk, say more, hello? Say something more. Hello. Hello. Did you, he move his mouth, eh? Yeah, everything. Yes, he move his mouth. Can I ask him also? Yeah, what you want, if you want to talk with him? Oh, yeah, okay. Oh, wow. May I ask you? What? What is your name? Kanji. Who? Kanji. Kongi? Yeah. Kandi! Voor mij Kandi! Kandi! Well, it's a nice name, eh? Oh, yeah, nice you. Name. Do you know who I am? No. No? I am André van Duin. Never heard. Never heard? Nou, you are Frans natuurlijk ook, hè? Nou, I tell muppies in Holland. I'm a muppies teller. Okay. Yes, okay, yeah. We have also the muppetuppers. Have we, did you saw the muppetuppers with Ron Brandsteder? No. No, en Jan Rietman ook niet gezien? No. No, wees maar blij. Kan hij ook zingen? Is hij very musical? I think, André, he prepared something for you. Wat zeg je? He prepared something for you special. Oh, yes? Yeah. Oh. You want to listen now? Yes, of course. Okay, we go now, Candy. Okay, we go. Okay. Just you're gonna minute. Sing? Yeah. Okay, what are you gonna sing? I'm gonna, what? What are you gonna sing? Feeling. You know feeling? Jan, can you have feeling? You know feeling? Oh, Jan Rietman knows feeling. So I go near to the piano, sorry. Yes, yeah. It's unbelievable. Yeah. What happened there? My God. Feelings. Nothing more than feelings. Nothing more. Feelings. Trying to forget. Trying to forget. 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 I know my business. Forget. Feelings. I. Feelings. Wow. Feelings. Wow, Mark, ben trouwen, dames en heren. De hele avond, dames en heren, staat in teken van Foster Parents. Dat weet u al lang natuurlijk. Daarom heb ik speciaal een lied gemaakt over Foster Parents. En zei, joh, doe jij nou ook wat mee in de actie? Doe ik hartstikke graag. En ik heb een lied gekozen van de zangeres zonder naam. En het heet Vragende Kinderogen. Vragende kinderogen, kijkende kijkers aan. Vragende kinderogen, wie kan die ogen weerstaan? Ach, kijk naar uw eigen kinderen, die hebben het veel beter dan zij. Neem twee van die vragende ogen, voor een paar jaartjes erbij. Ogen die vragen, geef me een hand. Laat me niet zakken, kom op Nederland. Voor weinig per maand geeft u mij een begin. En vorm ik op afstand met u een gezin. Dan gaan we met z'n allen weer. Twee van die vragende ogen,
vragen, help mij op weg. Oh, ik woon niet in Holland, en dat is mijn pech. Ik stuur u mijn foto, en soms ook een brief. Ach vader, ach moeder, oh ik heb u zo lief. En dan gaan we met z'n allen jongens. Nee, mag gaan vragen de. Kijk in de kijkers. Vragen de kinderoog. Oh, wie kan die ogen? Kijk naar uw eigen kinderen, kijk naar u. Die hebben het veel beter, die hebben het veel beter dan zij. Dus neem twee van die vragen de ogen. Voor een paar jaartjes er ben. We doen er nog eentje met z'n allen jongens. We gaan even over naar het telefoonpanel van Koos, Koos Postuma. Daarna komt de reclame en dan zien wij u graag weer terug voor het tweede deel van Bij Van Duin. En wij gaan door, jongens. Maar wij van die vragende ogen, voor een paar jaartjes, en we houden vol. Vragende kinderen. Ja, André Van Duin. Vanavond zonder snorren en baarden, helemaal zichzelf met rare schoenen. En onbetwist toch de grootste komiek van dit land. Een beetje moeilijk om dan weer door te gaan over foster parents. Het gaat heel goed. Dan zeggen ze ja, zegt u ja, dat zeggen ze altijd bij zo'n actie. Dat is ook zo, maar het gaat ook echt heel goed met het telefoonpanel. Gezellig doorgezongen. Hier zijn we dan weer met het tweede gedeelte van Bij Van Duin. We gaan natuurlijk het tweede gedeelte doen, maar u moet wel blijven bellen natuurlijk voor Foster Parents, want dat is veel te belangrijk doel. Hè? Ik ga u nu aandacht vragen voor een heel bijzonder variëteenummer. Het komt uit Amerika en het is Mr. Zipper. Yeah.
Dames en heren, mijn volgende gast, heb ik hier op mijn kaartje staan, is de lieveling van alle automobilisten in Nederland. Het is namelijk de heer Erik Turksma. Niet waar? Juist. En zegt u zelf even, waarom zijn alle automobilisten zo gek? Maar u heeft een uitvinding gedaan en dat is... De wielklem. De wielklem? Het oogpunt. De wielklem? De bekende wielklem. Bent u de uitvinder van de wielklem? Voor uw eigen veiligheid. Voor je eigen veiligheid dat ik deze thuis. Want dat doen ze altijd met dit soort types. Alles. Uitvinden van de wielklem. Wat zijn we daar blij mee, zeg. Dus u bent het. U hebt echt de wielklem uitgevonden. En moeten we daar u voor bedanken of zo? Nou. Moeten we nou zeggen, ha, daar heb je hem. Ik zou het wel doen. Waarom heeft u dat in godsnaam gedaan? Wat is daar nou de gein aan om zoiets uit te vinden? Mijn auto werd gestolen voor de deur. Ik ben blij toe. Zeg je dat? Ik vind het niet eens erg. Nieuwe gekocht en die werd ook weer gestolen? Nee, wielklem erop. U heeft zelf de wielklem uitgevonden om? Uit het oogpunt van diefstalpreventie. Ach. Ja. Dus eigenlijk, hij is niet bedoeld van waar het Nee, tuurlijk niet. En dat kon u ook niet weten? Nee, want dat was mijn grootste probleem, parkeren in Amsterdam. Ja. Kan ik ook zo'n wielklem kopen? Geen enkel probleem. Voilà. Een kaartje geven? Ja, dus ik kan bij u, dat geldt voor iedereen. Iedereen kan bij u gewoon een wielklem kopen. Ja. Dan zet ik hem in de stad neer, gewoon die wielklem erom. Politie komt langs en denk ik, oh, dat zit er alleen om. Klaar, opgelost. Precies. Ja, wordt wel een andere kleur. Andere kleur? Maar dat is niet erg. Dat maak je zelf even geel. Potje geel. Wat kost zo'n klemmetje? 495 ex-BTW. Maar dat heb je er zo uit. Dat is zeker. Wat een wielklem omgaat, dat kost? 122,50. Maar vier keer neerzetten en je hebt hem er al uit. Dat is mooi, toch? En je hebt overal plaatsen. Ik heb het kaartje, u kunt altijd even vragen, RTL, tekst. Even bellen naar Van Duin. Ja. Toch? Nou, niet mij persoonlijk. Bel maar gewoon RTL, daar weten ze het adres. Kunt u dus... Goh, zet te gek. Oké, meneer Turk, waar heb ik jou voor u komt? Wauw! Dankjewel hoor. Dames en heren, naast mij zit een hele bijzondere man, Fons Beks. En u komt uit? Merksplas. Uit? Merksplas. Het bekendste dorpje uit België. Ah, dat een Belg. Het... Ja, een Belg, ja. Ah, dat vind ik deze. Wow. Dat vind je aardig gezellig, hè, Belg. U doet iets bijzonders ook, anders hadden we u niet gevraagd. Hè. Wat doet u? Ik ben namelijk een kunstfluiter en ik kan op alles fluiten als er maar een puntje op heeft. Een chop. Wow. Alles op een puntje. Alles waar een puntje op zit, kan u op fluiten. Al wat een puntje op is, of we maken er een puntje op. Ja, ja, dat is dan jammer dat Ursel Begeer er nou niet is, want... Jullie hadden mooie geweest. Ja. Nou ja, bel hem eens, misschien wil die komen. Bel Ursel even, misschien wil die komen. Maar Ursel, misschien komt hij, maar anders hebben we wel wat anders om op te fluiten, hè? Ja. Hebben we ook een opleiding gehad om conservatorium of zo? Ik kan geen noot lezen. Nee. Maar ik heb een gaaf van vroeger, allemaal kan niet dat een ander niet kan en ik ben er weer, hè. Nou, of een Jan Rietman hoort praten, ja. Het is echt ongelooflijk. Noodlezen. Als ik 7 jaar was, kon ik al op mijn vingers fluiten. Want mijn vader, die was al eens op de weg. Ja. En ik ging op straat staan, was 400 meter verder en ik floot. En ik deed zo, hij had me gezien, hij komt terug. Hij zei, wat is Sventje? Niks, ik heb gefloot, ik kreeg een lap tegen mijn oren. Het is niet waar. Ja, en dat is, waar, ja, dat is hier een lap dat ik had, hè. Ja. U zit te blijven. Het zijn alleen, hè? Ja. Nee, hoor, 9 jaar. Ah. Nee? Hoe ontdekte u het dat u dat kon? Hoe is dat tot stand? Op een gegeven moment floot u ergens op, toen dacht u, hé, geluidje. Een buurman die zegt tegen mij, Bex, jij denkt dat je kunt fluiten? Ik kan op alle vingers fluiten, hè? Jo. Ja, alles. Alles, ja.
Maar mijn onkel, die kan op één vinger fluiten. De onkel? Zei die gast, hè. En ik zei, oh, jongen, dat kan ik. En zaterdags... En ik word weg. En ik word weg. Aan je stuiven. Ja. Ja. Stuiven. Blies je nou gewoon op je duim? Ja, natuurlijk. Och. En dan kan je op al die vingers kan je ik kan op alle vingers fluiten. En hoe reageren de vogels daarop? Kom hier. Oh ja, ik heb nogal dikwijls vogels in de buurt. Kun je even laten zien, want je hebt een heleboel spullen meegenomen daar, hè? Ja. Maar u gaat overal op fluiten. We zijn ontzettend benieuwd natuurlijk hoe dat klinkt, hè? Gaan we dan beginnen? Ja, gaan we lekker beginnen, want dan gaan wij luisteren natuurlijk, hè? Ik schrijf maar een stukje met u mee, hè? Ga lekker hier op het hoekje zitten, hè? Dan kan je misschien... Zo, kan je overal bij? Wat is dit? Dit is een fles. Ach, een fles. Een wortel. Een lotto. Een banaan. Een ja, doe even heen. Opbouwen. Je gaat even die fles fluiten, toch? Ja, alles verkopen al toch niet? Nou, gaan we horen, hoor. En wat heb je daar nog meer liggen allemaal? Orkest. Wat is er mee? Doe er mee. Ik heb ze al voorgesteld. Oh! Doe er mee. Oh, doe Dulpen uit Amsterdam. Voilà. Oh, uw vraag is heel moeilijk, ja, geloof ik. Ja? Hoor eens even hoe moeder is. De tulp uit Amsterdam? Ik heb geen muziek ervan. Tulp uit... Alles voor zeg. Ja. Lekker, lekker. Van dichtbij mee, hè? Ja. Ja. En u blaast ook, want u heeft ook nog een levende voorwerp. U kunt ook op, wat is dit er in die handdoek? Ja, dat is iets geheim, hè? Ik ben namelijk een visboer. Het is niet vertrouwd. Ja! U bent een visboer. Ik ben al 50. Ik ben een visboer, want ik wou steeds Jan Rietman de schuld geven, maar u bent u. Dat ben u. Ik zit al 50 jaar in de vis. Ja, dat hoeven wij niet te vertellen. Dat is, ja, dat is een duidelijke zaak, hè? Ja, maar ik heb er wel puier aan gedaan, want je kunt het niet rekenen. Wat heb je gedaan? Een beetje verpoeren, dat je kunt niet rekenen, ik vind het niet. Dat hoor je maar. Nee. Ja. Wat zei die nou? En vroeger dan pak ik dat de winkel. Winkel? En nu heb ik iets speciaal bij, dat is nog nooit te zien geweest op de televisie. U gaat iets doen wat nog nooit te zien is geweest op de televisie? Ja. Maar u gaat het niet te gek maken, want we zijn erg veel gewend in Nederland. Ja. We gaan maar dan beginnen. Nou. Angst en beven, nog nooit te zien geweest op televisie, dat moet iets zijn natuurlijk, hè. Och, wat gaat er gebeuren? Een makreel? Zijn mondje afvegen, ja? Tuurlijk. Dat hondje kan zich. Hé? Gaan we beginnen? Ik denk het. Op de Nederlandse televisie. Ja, dat is echt een... Nou, daar gaan ze over praten, hoor. Daar hou je samen bij halen en zie ik het nog gebeuren, hoor. Een jong talent, hè? Jong talent. Goed, wat kunt u tenslotte nog iets bijzonders? Ik kan nog iets bijzonders, maar... Oh. Ik zou iemand het publiek vragen, maar zou ik André van Duin zelf niet vragen. Wat dan? Wat? Ja, hè? André van Duin pakken. Pakken? Nou, hoeft niet echt, hoor. Wat ga je doen, hoor? Ik kan op André zijn tien fluiten.
Op het teen. Op de grote teen. Nou, dat geloven we, hè? Ja. Dat geloven we, hè? Dat ja. We gaan maar lekker doen, dat geloven we, hè? Ja. Toch? Nou, ik ben er niet zo voor, ik ben er niet zo voor. Nou, nou oké. Okay. Oké. Okay. Sorry. Oké. Okay. Okay. Nou, dan gaan we iets zien. Oh. Dit is echt vreemd. Ik ben benieuwd, hè. Make-up voor meteen. Het is de... Morgen, dames en heren, is een hele belangrijke dag voor RTL 4. Oh ja? Ja, want morgen bestaan ze 5 jaar. Wat? 5 jaar alweer? Ja, 5 jaar. RTL 4, 5 jaar. En daar willen we ze natuurlijk ontzettend hartelijk voor bedanken. Want daar zijn we ze erg dankbaar voor. RTL 4, van harte. RTL 4, oh, ik ken je. Nu al 5 jaar. Missen zou RTL 4 van harte. Hans van der Tocht, I love you. Viola Holt, I need you. Vakantieman, gezellig met fris kom. RTL 4 van harte. De Soundmix Show met Henny Huisman. Oh, de moppentoppers, de lieve neef. Ah, ik voel me nergens zo goed uit. I love you. And Caroline, I need you. Koffietijd en Tineke.
tijdens deze uitzending zijn er in Nederland 243 baby's geboren. 4.580 broodjes zwaarder gegeten, 60.000 koppen koffie gedronken en denken 120.000 keer het toilet doorgetrokken. Ontelbare keren is er naar een andere lid gezet, maar meteen weer terug om te kijken of het daar leuker was dan hier. Als u als gast wil zijn, schrijf dan naar Postbus 190 1340 AD in Aalsmeer. We zien u allemaal graag terug in november. En vergeet niet te bellen, want we doen het tenslotte allemaal voor Lina. Telefoonnummer heel makkelijk, 06 300 123. Tot november!